De laatste wedstrijd van de vierde speelronde is die tussen AZ en NEC. Nijmegenaren zijn nog steeds ongeslagen na hun overwinning op Heerenveen. Trainer Peter Huballa was tevreden met de strijdlust van zijn team. Ja, ik vind als je goed voetbal speelt, moet strijd daarin komen. En dat moest de passie altijd zijn voor iedere wedstrijd. Maar we proberen natuurlijk ook, het is een beetje... Ja, het is een beetje grappig. We proberen in de training heel veel met balbezit en heel veel dingen dus proberen we aan de bal. Maar dat moeten we nog beter doen in de wedstrijden. Dat is nog zo'n beetje lastig. Maar strijd en power moet je altijd hebben. En speciaal bij deze club. Huballa viel tegen Heerenveen op door zijn driftige aanwezigheid langs de zijlijn. Je zal hem niet zo snel achterover op de bank zien leunen. Ja, misschien bij 5-1, maar ik weet niet hoe vaak bij 5-1 maar voorne staan deze seizoen. Nee, maar ik probeer te helpen. Zo, en ik probeer authentisch mijn dingetjes te doen. En het geeft trainers, die zitten heel veel op de bank en proberen heel rustig te zijn. Ik probeer het ook, maar dat lukt me niet zo goed. En dan probeer ik met mijn kracht, met mijn power en met mijn speeches de spelers te ondersteunen. En speciaal die spelers die bij mij in de zijkant zijn. En ja goed, Reggie heeft in de eerste wedstrijd bij de zijkant een doelpunt gescoord, nu ook weer. Misschien lukt het dan ook een beetje. Maar goed, we hebben 3 keer gespeeld, 3 keer niet verloren en nu gaan we naar Alkmaar. De tactiek komende zondag zal niet gewijzigd zijn. De counter is volgens Huballa een effectief middel. In het countervoetbal moeten we altijd hebben, omdat we snelheid voorne hebben. Ik denk dat is altijd een goede ding, maar AZ speelt ook met counter. AZ gaat ook niet altijd op de bal, die proberen ook met counter te spelen. Die hebben ook heel snelle spitsen met Kassia, Alireza. En dat zijn ook heel goede spelers. Ja. Zo. En als we de balbezit kunnen en maar een beetje de controle over de spelen hebben, is ook niet verkeerd. Zo. Deze 2 dingetjes proberen we. AZ heeft net als NEC veel snelheid voorin. Een interessante confrontatie is daarom die tussen Alireza Jahan Baks en de dienstdoende linksback van NEC. Ja, linksback kan altijd. Ja, Tierenstam kan dat spelen, Buwalda kan dat spelen, Leverkabessi kan dat spelen, Breenburg kan dat spelen. Of we zeggen, we proberen een dubbele dekking, ne? van 3-man-lijn, 5-man-lijn. Dat zijn zo die dingetjes die wij nadenken. Maar we moeten een oplossing vinden en die vinden we ook. Er wordt nog altijd gezocht naar een geschikte linksback. Ja, dat is die positie die we sinds weken zoeken. En die moet ook daarbij tot 31 augustus. AZ-NEC wordt zondag gefloten door Kevin Blom in het AFAS-stadion Alkmaar. Begint de wedstrijd om 16:45.